Leuk dat je er bent. Dit is een video voor de Feel Good Stamping Videohop van juli 2023 met als thema Fantastisch Vellum. Mijn naam is Annette Koolmees. Ik ben onafhankelijk Stamping Up demonstrator in Moerkapelle in Nederland. En ik wil jullie vandaag laten zien wat je met dat fantastische vellum kan doen. Ik wil jullie laten zien hoe je deze kaart maakt. En we gaan heat embossen en daarna gaan we het inkleuren. Kijk je mee? Nou, wat heb je nodig om deze kaart te maken? Je hebt een velletje vellum nodig, ook wel eens melkpapier genoemd, omdat het een beetje zo'n uitstraling heeft. Je hebt een velletje wit basic white cardstock nodig. Je hebt stamping blends nodig in de kleuren Granny. Nee, dit is niet Granny. Ik zeg het de hele tijd fout. Dit is de Lemon Light Twist, de Pumpkin Pie, de Old Olive en dit is de Melon Mambo. Die heb je straks nodig om in te kleuren. Je hebt nodig de stempelset Blij en Bloemrijk. Of je kan natuurlijk ook de Engelse versie nemen. Voor het label wat je hier ziet, heb ik de Cheerful Daisy Dies gebruikt. En de tekst die komt hier uit een rondje gelukswensen. Verder heb je nodig een heat tool, wit embossing poeder, het lint voor hieronder het label, de Vesselmark om de embossing poeder mee vast te plakken en je hebt de embossing kit nodig. Ik leg alles eventjes opzij, zodat mijn werkveld gewoon lekker zichtbaar wordt. En dan gaan we aan de slag. Je maakt een standaard basiskaart. Dus dat is de lange zijde van het A4'tje door midden snijden. Ik gebruik altijd gewoon de hele lengte. 29,7 gedeeld door 2 is 14,85. Ze gaan naar de 14,8, dan tussen de 8 en de 9 in. En je snijdt het stukje voor de basiskaart af. Daarna leg je de lange kant weer boven, die is 21. En die ril je op, even dat mesje opzij, die ril je op 10,5 en dan is dit je basiskaart. Van het stukje vellum heb je een stuk nodig van 10,5 bij 14,85. Het bedekt eigenlijk heel de voorkant. Dus ik heb hier 10,5. In het midden heb ik de metrische liniaal, waardoor je gewoon makkelijk hem op maat kan afsnijden. En ik plaats hem hier nog een keer op de 14,85. Doe hem iets meer naar de 14,9. Dan weet ik in ieder geval dat hij goed op de kaart past. Dan pak ik erbij mijn vouwbeen. En ik vouw de basiskaart even alvast dubbel. En dit is de basiskaart voor deze kaart. Wat we nu gaan doen, is we gaan de bloemstempels erbij pakken. Even kijken, de grote bloem hebben we nodig, de kleine bloem en de twee soorten blaadjes. En ik heb ook dat hele kleine blaadje gebruikt. Die zet ik even op stempelbloks. Hier zit een soort lijmlaagje aan, waardoor je dus de klinkstempels, klinkstempels zijn de rode rubberen stempels, waardoor je die dus vast kan plakken op zo'n blok. En waardoor je dus makkelijker kan stempelen. En voor het kleintje gebruik ik blok A. Zo. Dan open ik de Versamark. Mijn Versamark inkpad is al oud, waardoor die er aardig gekleurd uitziet. Maar als je hem krijgt, is die gewoon maagdelijk wit, zeg maar. Maar hij doet het gewoon. En daar gaat het om. Hij doet zijn werk. Nou ga je beginnen met even dit opzij, want met het beinkten van de grote stempel. En die druk je af op
Het vellum. Ja, nou denken jullie natuurlijk, ja leuk, we zien niks. Nee, dat klopt, want de, de vezelmarkt is doorzichtige inkt die plakkerig is. Maar ik heb er wel een foefje voor. Ik pak even een stukje wat donkerder kaartstok. En voilà, daar is die. Dus dan kan je het gewoon net wat beter zien. Ik pak even de kleinere bloem erbij. En die zet ik, moet even opletten dat ik natuurlijk niet het ondergrondje de hele tijd mee ga doen. Die zet ik hier. En ik maak even een eerste opzet. Aangezien dit best een groot oppervlakte is, ga ik hem al een keertje bewerken met de heat-embossing tool. Dus ik pak het velletje vellum vast. Doe ik handig met deze. Mijn potje is na jaren, echt letterlijk jaren, bijna leeg. Maar ik kan hem precies voor deze kaart denk ik nog gebruiken. Maar met het embossingpoeder doe je echt heel erg lang. En ik zorg eigenlijk even een beetje dat het alle kanten op gaat. En ik timmer hem een beetje af, zeg maar. Ik sla hem een beetje af. Dan zet ik dit opzij, voordat ik het wegblaas. En ik begin de eerste ronde, begin ik alvast mijn heat tool te verwarmen. En als die al een beetje warm genoeg is, dan zet ik hem pas op het werk. Ik zal dat donkere velletje er nog even onder leggen. Wow. En dit vind ik altijd net toveren. Kijk, je ziet het nu gebeuren. Het poeder smelt door de heat tool. Waardoor het een vaste witte laag achterlaat. Die moet je eventjes niet aanraken in het begin. Want dan is die nog plakkerig. Dus je moet het gewoon heel eventjes laten drogen. En dan kan je weer verder. Zo. Nou leg ik deze eronder, want dan kunnen jullie het gewoon beter zien. En dan gaan we weer verder. Even kijken om een beetje verschil te hebben. Zet ik hier nog een zo'n bloem. En dan pak ik hier weer de grote bloem. En eens kijken wat er nog tussen past. Oh. Hier zet ik deze neer. En zo ga je eigenlijk door totdat de hele kaart vol is. Zo, nu leg ik dit heel eventjes allemaal opzij. Dat maak ik straks schoon. En dan pak ik de stamping blends erbij. En wat ik ga doen is, ik ga deze even voelen. Of dat hij al wat droger is. Hij mag natuurlijk niet vastplakken. Ja, hij is al droog. En wat je dan doet is, ik begin eerst met het groen. En wat ik meestal doe is eigenlijk een restje papier zoeken. Even kijken of dat ik dat... Die zal ik vast hebben, maar of dat ik dat natuurlijk ook in de buurt heb. Nou, dit is hem. En dan zet ik altijd eventjes
Voor als ik ermee ga werken, zet ik altijd eventjes nog een paar streepjes neer, zodat ik de kleuren goed zie. Dit is dus de Old Olive. Dit is de Lemon Lime Twist. Dit wordt de Melon Mambo. En dit is de Pumpkin Pie. Zo heb je een klein beetje een overzicht voor jezelf. En ik begin eigenlijk met de bladeren. En die, daarvoor gebruik ik de Dark Old Olive. Dus die heb ik hier. En ik pak de Dark Lemon Lime Twist. En wat ik dan doe is ik pak de viltstiftpunt, want daar kan je altijd een hoop mee kleuren, zeg maar. En ik begin eerst met het donker. Ik zit het nou fout te doen. Wat je dan doet is, je gaat aan de achterkant, begin je met kleuren en je geeft even de accentkleurtjes aan. Volgens mij zat ik met mijn haar in beeld. Ik zal even wat meer naar achteren gaan zitten. Dan ga je hem blenden. En dan kleur je het blad verder in. En hier vind ik hem toch nog een beetje te licht. Dus ik geef hem nog een beetje een kleuraccent. En dan doe ik ook bij de andere bladeren. Dus ik begin met de donkerste. Hier zitten eigenlijk alleen kleine lijntjes in, hè, waar je het verschil ziet. En dan blend ik dit eventjes uit. En nu pak ik die met een Mambo. En daar begin ik gewoon eerst de bloem mee in te kleuren. En dit is natuurlijk gewoon, je pakt eigenlijk de makkelijkste manier van werken met de stamping blends. Dus dat is eigenlijk gewoon een beetje kleur geven. En dan geef ik met de donkere stamping blends een accentje. En dat doe ik vooral eigenlijk waar een beetje die al die lichte pijltjes staan. Althans de lichte pijltjes met de lichte afdruk. Hè? Dus een beetje vanuit het bloemhart. En dat doe ik met alle. Even kijken. Dat doe ik met alle kleine bloemen. En het, zoals je ziet, komt het echt niet zo nauw hoe je het precies inkleurt. Waarom doe ik nou telkens die dop dicht? Stamping blends zijn op basis van alcohol. En alcohol vervliegt heel snel. Dus als je die dop open zou laten, dan zou het ook allemaal gewoon snel vervliegen. En dat is zonde. Want dan kan je er ook minder lang mee kleuren. Dus zodra je klaar bent met je kleur, gelijk je dop erop doen. En dan is het een langer behoud, zeg maar, van het kleuren met je stamping blends. En de grote doe ik dan met de Pumpkin Pie. Precies op dezelfde manier. Ik zet eerst de lichtste kleur op. Voor deze pak ik eventjes de kwastpunt. Als je daar niet te hard op drukt, blijft die punt ook gewoon aardig in vorm. En dan kan je hem ook nog gebruiken om mooie teksten mee te schrijven. Een soort handlettering kan je hem dan gebruiken. Dus niet te hard drukken, want dan druk je hem kapot. Maar omdat het een groter oppervlak is, wil ik het gewoon eventjes wat sneller laten zien.
En dan pak ik nog even deze donkere erbij om dit plaatje een accent te geven. Nou, dan laat je het ondertussen even een beetje drogen. En dan pak ik de Cheerful Daisy stans erbij. Ik leg deze even opzij. Want uit deze stansen set komt dat leuke label. Dit is hem. En ik heb een restje nodig van het Mellow Mambo cardstock. Om hem uit te stansen. Oh, alles gaat op en neer. Er zit een klein beetje al van het embossingpoeder op vast. Maar dat maakt niet zoveel uit, want er komt er nog één overheen. Een rondje gelukswensen. Weer een andere leuke Nederlandse stempelset uit de jaarcatalogus. En daar haal ik dus deze tekst uit. Een fijne verjaardag. Verjaardagskaarten heb je nooit genoeg. Dus die kan je altijd blijven maken. Ik zoek even een passend blokje. Ik heb natuurlijk aardig wat blokjes in gebruik nu. En ik heb er al dubbel. Maar ja, als je zoveel, met zoveel stempels werkt, dan heb je natuurlijk altijd al snel een tekort aan stempelblokken. Ik gebruik het gridpapier om het uit te lijnen. En voor zo'n klein kaartje gebruik ik sowieso het pincet. Ik ben ook wel echt zuinig, hè? Nog eventjes er goed overheen laten lopen. Even afkloppen. Nou, het ziet er goed uit. Pak ik de heat tool weer. En ik zet hem dit keer op stand 1. Dan hoef ik niet zo hard te gillen. Het voordeel van dit pincet is dat je niet je handen verbrandt. In het begin deed ik het vaak met mijn handen of met een wasknijper. En dan, ja, als die dan te dicht bij je hand kwam, dan moest je echt goed opletten. Ik zal hem even wat dichterbij houden. Voor dit magische moment. En dat is hem. Nou heb ik het lint nog eventjes nodig. Even om een beetje de lengte af te meten. Kijk, nou knip ik deze net zo lang. Dan pak ik de stamping seal. Dit is dubbelzijdig plaktape, zeg maar. En dan zet ik achterop even een paar streepjes met van dat lijm. En dan plak ik. Even kijken dat het een beetje in het midden ligt natuurlijk. Dan plak ik het lintje vast. Ik weet uit mijn hoofd even niet. Het komt uit een combi pack. Samen met dit roze lint. Maar ik weet eventjes niet meer hoe het heet. Want ik ben het zakje waar het in zat. Dat scharrelt hier ergens. Maar het is in ieder geval ook uit de nieuwe jaarcatalogus. Kijk, hier zie je hoe ik hem gekleurd heb. En als je hem hier bovenop legt, dan komen de kleuren natuurlijk helemaal goed naar voren. En wat ik doe, is ik pak weer die stamping seal. En ik ga ervoor zorgen dat je alleen op de stukken waar de bloemen zitten. Oh,
dat ik daar dus ik zorg dat het niet op de even deze onderuit dat het niet op de zichtbare delen komt. Ik heb altijd een soort ruzie met die met dit ding. Dan trek ik hem op een bepaalde manier weg, waardoor die zeg maar een soort afbreekt. En dan moet je het beginnetje soms nog wel eens even zoeken. Want als je vellum oplijmt, vastplakt, dan droogt de lijm eronder wel transparant op. Maar toch doet hij altijd, omdat je vooral als je met vloeibare lijm, toch doet hij altijd een beetje wat krinkelen. En daardoor vind ik eigenlijk gewoon, oh, er zit iets onder. Daarom vind ik eigenlijk gewoon het mooiste als je het opplakt zoals ik het nu deed met de stamping seal. Dan pak ik mijn dimensionals erbij. En mijn take your pick tool. En dan plaats ik hier nog 3 dimensionals op. Hier hou ik de kaart eventjes recht, zodat ik het wat beter ziet. Zo, en nou die op de kaart zit, vind ik dit toch nog te lang. Mijn schaartje is denk ik een keer door iemand geleend. En iemand is dan een van mijn familieleden. Ik heb die schaartjes hier altijd zeg maar in, gewoon in het zicht leggen in mijn ruimte. Dus ja, als je dan een schaar zoekt, hoef je niet zo snel te zoeken. En deze verstop ik veel, maar hij knipt toch niet zo fijn die lintjes meer. Dus ik moet binnenkort toch maar even of een keer laten slijpen, als dat ergens nog kan. Of een nieuwe bestellen. Nou, dit was mijn bijdrage vandaag voor de Feel Good Stamping video op. Kijk hieronder in de box om te zien wie er nog meer meedoen en wat hun voor leuke ideeën hebben. Bedankt voor het kijken en tot de volgende maand. Groetjes!